Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Leden is Dr. Ashwin Ramcharan. Ashwin, jij hebt Surinaams nieuws vandaag gevolgd voor ons en voor jou en voor jouw volgers. Wat is je opgevallen vandaag in het nieuws van Suriname 20 december 2023? Nou, ik heb begrepen dat het op een hele mooie, harmonieuze manier is gebeurd. Hè? Dat wat Surinamers in binnen- en buitenland, de familieleden van de slachtoffers van 8 december, iedereen die zich heeft ingezet, maar ook de heer Boutersen, heeft zich zeer gracieus gedragen. We hebben geen rellen gehad in Suriname, we hebben geen opstanden gehad, we hebben geen rumoer gehad, geen tumult. En dat is een compliment die we allemaal mogen maken aan Suriname, Surinamers en iedereen die dit heeft mogen meemaken vandaag. Het is een historisch moment in de geschiedenis van Suriname. En ik ben enorm blij dat het op deze manier heeft plaatsgevonden. Hmm. Maar ik denk, ja, Ashwin, waarom zou ik rellen moeten verwachten? Dan is gewoon, rechter doet zijn werk en ja... Ik bedoel, ik heb duizenden rechtszaken meegemaakt hier in buiten Suriname en Europa. Je hebt geen rellen toch bij rechtszaken? Waarom zou je dat? Waarom ben je nu blij dat het dat er geen rellen zijn? Nou, kijk, dit is natuurlijk een geladen proces geweest die heel lang heeft geduurd en het heeft niet zomaar lang geduurd. Het had ook veel korter kunnen duren als het om andere moordzaken en zo gaat in Suriname, duurt het natuurlijk niet tientallen jaren voordat er een vonnis wordt uitgesproken. En we zien ook dat er heel veel sensatie, maar ook sensatie gebaseerd op het verleden, verwacht was en gewekt werd. Dat is allemaal gelukkig niet gebeurd. Ik ben heel blij dat het gegaan is zoals het is gegaan. En de vraag is nu, omdat die ambtenaar zich, er is niet gemotiveerd in ieder geval, waarom de gevangenneming terstond moest plaatsvinden. Dus meneer Boutersen heeft dus nu wat tijd. Feit is wel, hij is nu officieel moordenaar. En dat is voor de NDP is dat natuurlijk wel een schande eigenlijk, hè, dat de voorzitter van de partij een moordenaar is. En voor wat het waard mag zijn, hebben de nabestaanden natuurlijk nu hopelijk voldoening. Aan de andere kant hoop ik ook dat Suriname zich nu beweegt richting verzoening. Dat we zeg maar dit stukje geschiedenis van Suriname achter ons kunnen laten. En vooruit kunnen kijken, want we weten ook alles wat er fout ging in het land, daar kreeg Boutersen de schuld van. Ik ben heel benieuwd wie nu de schuld gaat krijgen als dit niet voorbij is. En of het land van wat we nu weten van het land, hè, een crisis, diepe crisis en dergelijke, of het meteen naar een waar paradijs gaat. Waar paradijs, dat zijn grote woorden wat je nu doet. Ik blijf even bij de zaak Boutersen. Je zei nog, Sprong weet alles over chance en ballen en dat soort dingen. Wat zeg jij, wat moet ik daaruit lezen? Want jij schreef vaak naar mij toe in codetaal van jongens, Frans, kijk naar Sprong, luister goed naar Sprong en luister naar Chan en maak een analyse. Jij kijkt verder dan mijn gemiddelde luisteraar. Wat bedoel je daarmee? Ja, kijk, pardon. Kijk, we zien dat er natuurlijk vanuit Nederland ook een bepaalde invloed wordt uitgeoefend op de rechtspraak in Suriname. Maar ik moet toch concluderen, dus dat doet dan bijvoorbeeld iemand als meester Sprong. Die gaat dan op de radio en op de tv en zo, maar ook in openbare meetings gaat hij dan zeg maar het een en ander suggereren en aangeven en benoemen. Dat is natuurlijk zeker Nederlands, dat doe ik ook. Maar het heeft geen effect gehad
in Suriname. En dat vind ik wel interessant. Dat betekent dat Suriname ook in ieder geval zelf kan bepalen. Dus op een volwassen manier tot conclusies kan komen. Want we zien natuurlijk, terwijl iedereen riep van ja, Boutersen moet opgesloten worden, dat hij nog steeds niet is opgesloten. Dat zou natuurlijk anders gelopen zijn in andere moordzaken. Maar dat is in zijn geval dus een uitzondering. De vraag is, waarom is die uitzondering? En dat gaat blijken in de komende 8 dagen, heb ik begrepen. Moet er toch de hakbijl vallen. En dan zou hij dus toch gevangen genomen moeten worden. De vraag is nu, blijft hij in Suriname of zwemt hij ook de Marowijnenrivier over als de haan en iedereen die plotseling verdween uit Suriname? Hoe traat en zo opgaat, gaat hij werkelijk zich gevangen laten nemen? Of ontstaat er wat anders? Bijvoorbeeld dat Santokki met medewerking van de VP Brunswijk misschien gratie gaat verlenen. Dat weten we niet. Dat moeten we zien de komende dagen. Het is wel opmerkelijk dat we dit allemaal moeten meemaken zo tegen Oruyari aan. Want vandaag is de 20ste. Dus dat betekent over 8 dagen, het 28ste, zouden binnen nu en de 28ste december, zou er meer duidelijkheid moeten komen of Boutersen oud opnieuw gaat vieren aan de Suriname rivier of in Santo Boma. Oké, okay, dat zijn duidelijke stelling. Zo ken ik je weer. Hey, maar ter verduidelijking, Spong is onze huisadvocaat hier bij Radio Standvast. Dus we bellen hem altijd als er wat is. En hij heeft zijn licht ook laten schijnen op deze zaak. Ja. Ik wil aan jou vragen. Wat kan Santokki voor Boutersen betekenen? Jullie gaan Santokki naar weer een aparte band. Hè? Nou, dat is een goede vraag. Kijk, ik heb in de aanloop naar het schrijven van het boek van Santokki heb ik natuurlijk ook met hem gesproken over wat zijn plannen zijn en dergelijke. En toen ook hierover. Heb je in het boek ook gepraat over Boutersen een factor? Ja, zeker. Boutersen is zeker ter sprake gekomen. Mm-hmm. Waar, vooral de feiten tussen, de spanningen tussen Boutersen en Santokki staan in het boek. Dat heeft hij zelf genoemd, benoemd, uitverteld. Ja? En dat hebben we samen opgeschreven. Het is een heel interessant hoofdstuk. En jouw boek gaat ons bestseller worden. Wat zei je over Boutersen bijvoorbeeld? Ja, nou, nu gaat hij. Ja, gewoon, dat heb je met goede boeken, hè? Hoe ouder, hoe beter. Ja, klopt. Mm-hmm. Klopt. Dit boek wordt nog heel veel waard. Dus dat wordt nog leuk. Mm-hmm. Maar wat zei je dan over Boutersen bijvoorbeeld bij jou? Wat heb je aangetekend? Ja. Kijk, ik wil iedereen vragen om dat boek te lezen. Dat boek is ook gratis verkrijgbaar, hè? Dus je hoeft niet per se ervoor te betalen. Het is geen reclame of zo. Maar in dat boek legt eigenlijk Santokki uit hoe zijn betrokkenheid was bij het onderzoek als politiecommissaris naar de 8 decembermoorden. Zijn rol daarin, zijn spanningen tegen het militair bewind, zijn spanningen met het militair bewind, zijn spanningen met de zoon van Boutersen, de spanningen die hij had met Boutersen zelf. De communicatie die hij had met Boutersen, hoe dat allemaal ging. En kijk, een van de dingen die ik hem heb gevraagd, dat staat niet in het boek, dat vertel ik vandaag. Een van de dingen die ik hem vroeg is van, oké, als je de verkiezingen wint van 2020, ga je dan met de NDP samenwerken? En toen stelde hij me de wedervraag, wat vind jij? Toen zei ik vind dat je met de NDP moet samenwerken. En toen vroeg hij me waarom. Toen zei ik, omdat je het land niet kunt besturen met een partij die een significante aanhang heeft in het land. Dus ook onder de ambtenarenapparaat, ook in het ambtenarenapparaat. En overal in het land verspreid. Waaronder ook zakenlui en andere mensen. En dat het land dus onbestuurbaar gaat zijn, omdat je grote dingen niet voor elkaar gaat kunnen krijgen vanwege het gevaar van sabotage, tegenwerking, ontevredenheid en dergelijke. En ja, ik denk dat je dat nu ook ziet in Suriname. Er is zoveel oppositie, destructieve oppositie, dus niet constructieve oppositie, want dat moedig ik alleen maar aan. Maar vooral heel veel destructieve oppositie, plannen barricaderen, backstabbing, verhaaltjes verzinnen, anonieme klokkenluiders die dingen gaan roepen en zo. Ja, dat is natuurlijk niet in het belang van het land in die zin dat je daardoor geen algehele vooruitgang krijgt. Dus een samenwerking tussen de NDP en de VHP had ik graag zien gebeuren.
Wel onder de juiste voorwaarden natuurlijk. Die ga ik nu niet in het programma noemen, maar er zijn gewoon hele redelijke voorwaarden die je kunt stellen in een samenwerking. Zoals bijvoorbeeld het loyaal opbouwen van Suriname samen. Met dezelfde belangen en dezelfde, zeg maar, de neuzen één kant op. En dat is dus nu niet het geval. Dus met de nieuwe post-Bouterse periode hoop ik dat we dit wel gaan krijgen. En dat Suriname als één geheel, want het is toch een verdeeld land op dit moment. Als één geheel onder één lieve president. Een president die lief is voor iedereen, ook voor een moordenaar, samen het land kan opbouwen. Mooi. Nu is Bouterse gevonnist, hè? Ja. Wat betekent dit voor zijn partij, de Nationale Democratische Partij, NDP? Nou, dat is een hele goede vraag, Frans. Ik heb erover zitten nadenken. Kijk, ik begon net ook het gesprek met een feit. En dat is dat we, dat jij, ik, nu iedereen, we hoeven niet meer Bouterse te ontzien wanneer we het hebben over een moordenaar of over moorden in Suriname. Die man is vandaag officieel moordenaar. En dus is het simpel, de NDP heeft als partijvoorzitter een moordenaar van 15 personen. Dat kun je niet ontkennen, daar hoef je niet voor te schamen. Geen één advocaat die je kwalijk gaat nemen als je dat roept in het openbaar. Dus dat betekent dat enorme imago-schade is voor de partij. De partij heeft vandaag, de NDP, laat me dat duidelijk zeggen, heeft vandaag zijn allerdiepste punt in de geschiedenis van de partij bereikt. En dat is heel belangrijk om te begrijpen. Want dat betekent, als dit het uiterste dieptepunt is van de partij, dan betekent het dat de only way up is. En wat die way up is en hoe die eruit moet zien, met wie aan de leiding, dat is nu interessant om goed op te letten. Want deze partij gaat zich niet zomaar laten vernietigen. Ook al zijn ze nu kwetsbaar, ook al zitten ze nu diep in de put met de moordenaar als voorzitter. Deze partij gaat zich niet zomaar laten, het kaas van het brood laten eten. Dus de vraag is nu, als de NDP uit deze put komt, hoe gaat de nieuwe NDP eruit zien? Want de NDP voor Bouterse als voorzitter en na Bouterse als voorzitter gaan twee verschillende partijen zijn. Dat hebben we ook gezien bij de PHP. Oké. Maar voor een tijdperk voor Bouterse, dat was glorieus. En tijdperk na Bouterse, het kan ook glorieus zijn, toch? Ja, het kan zeker glorieus zijn. Daarom zei ik, de vraag is het dieptepunt van de partij. Ja. We waren nog nooit zo diep gevallen als vandaag. Maar misschien krijgt de partij dan sympathie van iedereen en al hele electoraat en zegt van, joh, je hebt het ook hier gezien in Nederland, hè, met Wilders van... uit protest. Ik geef nu een proteststem. Ja hoor, dat kan zeker. Ik vind het een hele goede van je, Frans. Dit kan zeker gebeuren, dat Suriname zegt, weet je, we hebben echt nu genoeg van dit gedonder. We gaan nu massaal stemmen op Bouterse. Ongeacht of hij moordenaar is of niet. Hè, want ook Wilders is in Suriname, is in Nederland veroordeeld. En hij heeft nu de mogelijkheid om premier te worden van het land. Als het de, wat mij betreft, de verkeerde kant op gaat. En dat zou hetzelfde zou dus kunnen gebeuren met Suriname. Laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar die kans bestaat zeker. Want we weten dat ook Santokki op basis van proteststemmen aan de macht is gekomen. En niet meer of minder. Wat kan... Ik praat nu over Santokki, maar ik bedoel de Suriname parlement, regering... Wat kan er gebeuren, wat kunnen zij doen om Bouterse dan nog onschadelijk te maken, uitschakelen? Kijk, er is het interview die op social media de ronde doet van Meester Spong, waarin hij behoorlijk wat veren in de achterste van Santokki plaat. Mm-hmm. Dat is natuurlijk grappig, hij zegt dat Santokki ballen heeft om de juiste beslissingen te nemen en dus eigenlijk Bouterse op te sluiten. En dus gevangenneming tot uitvoering te brengen.
Dus de vraag is, heeft Santokki die ballen en welke ballen bedoelt Spong? Bedoelt hij, ik denk dat hij spierballen bedoelt, dus dat zou kunnen, dat Santokki dan de politieke spierballen. Nou, als iemand zegt van heb je ballen, dan gaat het altijd om spierballen hoor. En die ballen wat men denkt en zo, maar nee. Gewoon heb je ballen en spierballen. Nee, klopt. Dus okay. Het gaat over die politieke spierballen. En als Santokki dus politieke spierballen heeft, dan kan hij... Dat dieptepunt wat de NDP vandaag heeft bereikt, kan hij nog dieper drukken. Door Boutersen inderdaad. Dan kan hij dus Boutersen vernederen door hem in Santo Bomma op te sluiten. Ook al is het voor een paar maanden. Gewoon om te laten zien dat hij die ballen heeft. En dat zou betekenen dat er dan een uiterst dieptepunt van de NDP wordt bereikt. En dat dieptepunt zo diep is dat die partij nooit meer herstelt hiervan. Dus dit kan het einde betekenen van NDP, als Santokki dat wil. Ja, als Santokki nu keihard, zoals Spong dat zegt, met ballen, politieke spierballen, zijn politieke spierballen laat zien. Zijn ballen. aan iedereen. Dan kan dat betekenen dat dit de nekslag is van de NDP. En dan is het voor eens en voor altijd een partij die geleid werd door een moordenaar en daarna... door Santokki gewoon een kopje kleiner is gemaakt. Ik heb het dan over die andere kant van het effect, hè? Van, je wil die man de bak in, we gaan hem nu steunen. Je ziet het in Amerika nu, als je de pijlen volgt, dat Donald Trump daar aan de leiding gaat, ondanks alle rechtszaken. Zie jij dat ook in Israël gebeuren? Ja, dus dat martelaarschap, dat biedt natuurlijk perspectief. Mm-hmm. Maar kijk, het kan ook een ander scenario plaatsvinden, Frans. Kijk, dat is dat Santokki, ik begrijp dat hij, ik weet niet zeker, want ik hoor die gerucht al een paar dagen, dat hij het land verlaat. Ik ben nu met jou voor de politieke analyse, hè? Wat zou kunnen gebeuren op politiek vlak. Dus om het verhaal uit te leggen. Kijk, ik hoor dat hij het land verlaat, dus Santokki verlaat het land. Dat mag hij. Dat betekent. Dat mag hij toch? Hij komt toch terug? Dus dan is Brunswijk eigenlijk president. Ja. En de komende 8 dagen zou de advocaat van Boutersen gratieverzoek kunnen indienen. Bij Brunswijk? Bij Brunswijk. En dat zou dus kunnen betekenen dat Brunswijk, niet alleen als koning, want in Nederland heeft de koning recht van gratie. Ja. Zullen jullie allemaal zo meteen ook. De president is ramen in principe. Nee, maar we hebben ook een koning. Hij is president en koning. Dus je mag 2 titels straks. De koning neem ik niet serieus, de titel koning. Maar vice-president. Waarnemer president. Dus dat zou dan kunnen betekenen dat koning-president Brunswijk... Ik moet even oppassen dat... Ik ga je onderbreken, Ashwin. Want nu laat je andere ogen opengaan. Want ik denk... het is toch geen 1-2... spelletje dat, bij de veroordeling ben ik uitlandig en Brunswijk mag jij het, is het vuil werk of wat voor werk dan ook opknappen en gratie of wat dan ook doet. Moet ik daaraan denken, politiek spelletje? Nou, de reden waarom ik dit zeg... Want je nu kan, dan, jij maakt andere ogen van mij hier open. Ik heb 2, maar meestal heb ik 4 ook aan de achterkant. Ja. Nee, maar weet je, er is op een gegeven moment heeft Boutersen op weg naar zijn rechtszitting. Mm-hmm. Volgens mij was de laatste keer. Ja? Toen heeft de journalist hem gevraagd. Ja, dat die koning om de gratie, dat hij bereid is. Ja, dat hij naar de koning gaat om gratie te vragen. Maar dat hoor ik nu in mijn achterhoofd terwijl je dat zegt. Nu. Ja, moet ik het zo zien? Daarom denk ik... Dat het zo'n 1-2 is? Ja, dus misschien zegt die man dat niet zomaar. Dat is een scenario waar Spong niet aan denkt met zijn spierballen, snap je? Dus misschien denkt hij het wel, maar hij zegt het niet. Maar het komt erop neer, als Boutersen bij de koning gratie gaat vragen... en de koning is 8 dagen president... Ja? Dan kan de koning natuurlijk zeggen, ja, hier heb je gratie, klaar, afgelopen. Ja, maar waarom zou een president 8 dagen uitlandig zijn? Dat gebeurt bijna nooit, hè? Nou, hij hoeft niet over 8 dagen terug te komen. Hij mag ook al de 3e dag terugkomen. Ondertussen heeft Brunswijk de ring al getekend. Boy, goed dat wij als een ruimte aan van deze wereld hebben... die kijken verder dan denken complot, hè? Ik kom van... Als dat nou vaarlijk simpel zijn. Nee, maar zoals je nu zegt, niemand heeft dit in zijn naam. Ik hoor alle commentaren. Ik heb
Als je zo niet willen weten wie ik allemaal gesproken heb hier. Advocaten van alle kanten, van Boutussen tot de nabestaanden en juristen en iedereen die heeft dan. Maar dit stukje had ik nog niet gehoord. Van... Nee, maar kijk, wat we natuurlijk ook moeten begrijpen is... Dus als, nee, tak en boem. Dus als Santokion een dag even weg is, hij kan naar Guyana zijn, Nikeri, en dan even naar Guyana. En dan kan Brunswijk iets tekenen, koning, gratie. Ja, maar dat wat ik dus wil aanvullen... Maar zo is, makkelijk is het toch niet, man? Nee, dus Brunswijk kan dat ding natuurlijk niet alleen doen, toch? Santokion moet toch ook knikken? Santokion moet toch knikken? Hij knikt, hij... Amai, na kwam pingaatje Brunswijk, dat ja? Brunswijk het... Het teken, dat staat niet toch. Maar ik denk, ik heb mensen gesproken die zeggen van ja, de rechters die Boutussen veroordeeld hebben, die moeten ook nog gehoord worden bij eventuele gratie. Ja, ze moeten gehoord worden, maar toch bepaald wat er gebeurt. Ja? En als Brunswijk straks koning en president is, dan kan ik gewoon zeggen, jere, nou, ik heb naar jullie geluisterd, maar ik doe het toch. Dat is het. En dat zie jij gebeuren? Ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar ik moet ook zeggen, wat? Kijk, ik heb de afgelopen tijd best wel een paar keren fout gehad. Want ik dacht dat het niet zo rustig zou gaan vandaag. En het is super rustig gegaan, dus daar was ik nou, fout. Maar het is niet fout hoor, als jij stellen neemt. Ik vind mensen die zwart-wit zijn, dan, ja, dan al die grijze muizen die iets huren. Zeggen maar nergens stelling durven te nemen. En met mail in de mond praten en overal geliefd willen worden. Heb ik niet nee, zo. Nee, maar Frans, kijk, laten we beide scenario's bekijken. Hè? Dus... Milo, maar is een scenario hè, van koning. Boutussen had het gezegd, maar nu je het zegt, denk van ja, ik had het ooit gehoord, ja, van mis, kan de koning, die migratie heeft de Kijk, als dit uitkomt, als dit scenario uitkomt, en Brunswijk tekent, en Chani heeft een knipoog gemaakt naar Brunswijk, ja. En ook een knipoog naar Boutussen natuurlijk, want dat is het ook toch, de Mapinga-ai links, de Mapinga-ai rechts, Wangi Brunswijk, Wangi Bouta, dan weten we dat straks. En dan weten we ook dat toen Boutussen dat zei, hij het een en ander ook al wist. Dan is het, dan heb je gelijk. Dat zijn nou een 1-2, kan nou een 1-2-3 treffen. Okay. Maar als dat niet gebeurt, en Chan besluit om die man de gevangenis in te zetten en hem te kleineren en dan die partij helemaal te slopen en die helemaal kapot te maken, ja, dan is het een andere game. Ja, dan maar, is Pong gelijk. Maar nu zet je Chan ook aan het denken, toch? Met jouw analyse. We moeten Chan en iedereen aan het denken blijven zetten, toch? Dat moeten we doen. Ja, dat doe jij bewust, mensen aan het denken zetten. Ja, ik zet mensen graag aan het denken, want ik denk toch zelf ook. Ja, oké. Okay. Dus ik hou ervan. Ik vind het leuk om ook met jou te praten. Dat denk jij ook na. Ja. Wat kan er gebeuren? Je studie ja even van, dat kan ook gebeuren. Denk daaraan, de koning kan ingrijpen. Ja, de koning kan zeker ingrijpen. Maar wanneer kan de koning ingrijpen? Binnen 8 dagen of hij kan het altijd nog gebruiken zolang Chan uitlandig is? Hoe je het draait of keert, Boutussen is eigenlijk vernederd. Hij is vernederd door hem nu moordenaar te bestempelen. Als Chan hem de gevangenis inzet, wordt hij ook vernederd. En als hij gratie krijgt of gratie moet gaan... verzoeken. Gaat hij doen? Binnen 8 dagen. Ik heb Kanai gesproken. Ja, dus Jereno, dus als hij nu gratie gaat verzoeken bij de koning, dan gaat de koning dus zijn voormalige baas, die nu zijn vassal is, eigenlijk een zeg maar een chimboy, dan gaat hij dus die chimboy behandelen als een chimboy door hem gratie te geven. Dat is Boutussen toch op allerlei manieren vernederd. Ja, maar hij is niet in de bak. Dat is wat anders. En het leven gaat door. Want dat is dit speel al vanaf 2019. Hij was al president en toen is hij vernederd. Terwijl hij op staatsbezoek was in China. 2019, 29 november. Was de eerste, hoe noem je dat? De eerste uitspraak. En 2021 weer en nu 23. Maar ik denk dat Boutussen de grootste inzet is om buiten de gevangenismuren te blijven. En dat is aardig gelukt, toch? Als je dat is zeker gelukt. Dat is zeker gelukt. En het kan ook nog... Dus wie is de winnaar hierin, als je het zo nuchter bekijkt? Nou, ik denk dat de winnaar het volk van Suriname is. Ja? Zeker ook de nabestaanden van de 8 december moorden. Want het vonnis is lang verwacht en eindelijk uitgesproken vandaag. Mm-hmm. Boutussen is officieel moordenaar. Een papieren vonnis. Of hij nou vernederd wordt of niet, dat maakt mij niet uit.
Het is duidelijk. Duidelijkheid is belangrijk. En van mijn part mag Boutersen zijn dag gewoon rustig doorbrengen aan de Suriname rivier met zijn Morello en zijn Baco. Geen probleem. Maar het is duidelijk dat, dat de rechters in Suriname hun werk hebben gedaan. Dat die ambtenaar bruine bonen had gegeten en vergeten was te motiveren waarom Boutersen vandaag in gevangenschap genomen moet worden. Dat laten we even terzijde. Bruine bonen is een nationaal gerecht in Suriname, dus dat moet kunnen. Maar het is in ieder geval goed dat dit gebeurt. Want hierna kunnen we een nationaal dialoog opgaan. En dat is heel belangrijk, Frans. Dat we dit moment gebruiken, koesteren en gebruiken. Om te komen tot een nationaal dialoog. Waarbij we zeg maar op een verzoenende manier verder kunnen. En niet op basis van vernederingen en rancune en dergelijke verder gaan. Want dat gaat het land niet vooruit helpen. Dit soort problemen hebben zich voorgedaan in andere landen ook, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. En onder geestelijke leiding, dus leiding van geestelijke leiders, is er netjes met elkaar in, op een bepaalde manier gesproken om het land vooruit te helpen. Want Mandela had ook kunnen zeggen, we gaan al die blanke boeken en moordenaars gaan berechten, maar dat heeft hij niet gedaan. Mm-hmm. En dat kwam niet zozeer Mandela toe, die eer, maar eerder Desmond Tutu. Want Desmond Tutu was ook degene die die Ubuntu-commissie leidde van verzoening. En zo iemand hebben we ook nodig in Suriname. We hebben iemand vanuit de geestelijke groep nodig om nu die wonden te helen. Ja, maar ik denk bij Zuid-Afrika was het anders hoor. Bij Zuid-Afrika ging men eerst voor waarheidsvinding. Dus dit is nu strafrechtelijk bepaald. Het is niet gevonden. Het is gevonden. Het is gevonden. Daarom zijn heel weinig mensen daadwerkelijk echt gestraft. Want mensen als de Klerk en Botha van deze wereld hebben hun aandeel. In Suriname, hebben we vandaag waarheid gevonden. Ja? Dus wanneer? Dus vandaag. Dus op 20 december 2023. Ja, hebben we waarheid gevonden. En dat is de basis om nu richting een verzoening te gaan. Want dat zeg je toch, zo is het in Zuid-Afrika. Ja, ja. Okay. Dus we hebben nu een fantastische kans. Moet Suriname verzoend worden? Is er verzoening nodig? Nou, er moet in ieder geval, kijk, een verzoening zoals dat in Zuid-Afrika heeft plaatsgevonden, is niet eens nodig hoor, in Suriname. Dat is weer een hele andere, dat waren zulke diepe wonden, want er zijn niet 15 mensen vermoord, maar echt duizenden. Ja, nee, maar aantal is niet altijd belangrijk hoor, 1 is te veel. Uh-huh. Nee, maar weet je, het kwaad in Zuid-Afrika was van een hele andere soort dan in Suriname, maar dan nog zou ik zeggen, om geen één, laten we zeggen, schrammetje onbesproken te laten, is het belangrijk dat ook Suriname gewoon dit netjes aanpakt, netjes afsluit zoals de dag vandaag is verlopen. Ook keurig netjes. Oké. En nu probeer ik je te framen als Boutersen en in zijn hoofd te denken en te kijken. Aha. Wat zou je nu kunnen doen? Wat zou je nu moeten doen en kunnen? Kijk, ik zou je zeggen, ik heb Boutersen heel lang geobserveerd vanaf als kleine jongen al, net zoals jij, wij zijn allemaal ongeveer van dezelfde generatie. Deze man is een filosoof. Hij luistert graag naar Bob Marley muziek. Dus ik denk dat hij vandaag zijn Bob Marley muziek opzet. Mm-hmm. Hij houdt van zijn sigaretje en een drankje. Ik denk dat hij dat zeker doet. En hij zal veel mensen om zich heen hebben, want hij houdt ervan om heel veel mensen om zich heen te hebben. En dus is het vandaag een soort feestje thuis bij hem. En daar geniet hij met volle teugen van. Het is hem gegund. Er is vandaag waarheid gevonden. Het is het Surinaams volk ook gegund om in alle rust vandaag de dag voor te zetten. Morgen ook. En een mooi kerst te vieren met ook een mooi uiteinde. Dus laten we hopen dat, dat de koning met wijsheid zijn of haar werk doet. Deze insteek had ik niet gezien, hè. Dus je legt nu alles op de tafel van de koning, man. Heb nog nooit iemand dit horen zeggen. Jij en Boutersen, hè. Boutersen was die eerste en ik denk van die man is grap. Hij neemt al lopen met de koning. En nu zeg je twee, nu ga ik... Ik kijk nu anders naar. Wat Boutersen toen zei, van kan de koning Jim Graas als het zover is. Of Bordeaux of koning als grap.
Jeroen, nou, mensen worden boos op me als ik zeg dat Brunswijk een held is. Uh-huh. Omdat hij ons democratie heeft gebracht. Jij bent volgens mij ook een paar keer boos geworden op me. Ja, maar, ik kan het niet vreemen als jij steeds tegen mij zegt Brunswijk is een held. Ik denk, mooi, pijl ik me voor jou. Dus hij gaat in. Oké, misschien ga ik je ooit gelegen. Ja, ik weet het niet meer. Kijk, die man heeft ons democratie gebracht. Oké? Mede. Laat me zeggen mede, anders gaan mensen weer boos worden op me. Ja. Daarnaast heeft die man ook nog de mogelijkheid nu, als Chan het land verlaat, geen spierballen wil tonen, om gratie te verlenen. Dus hij kan het elk moment dat doen, zolang Chan het... Het is afhankelijk van wanneer ik meester kan hij zijn verzoek indienen. Nou, die gaat hij binnen acht dagen indienen. 8 dagen is te lang, hij moet het binnen 8 uur doen. Oké. Ik probeer Chan, Chan, antwoord mij niet meer al een hele tijd. Ik probeer, ik weet het niet, jongen. Chan, spreek mij niet. Even druk. Ja, ik bel die man, hij ziet het en hij negeert het gewoon. Maar maken wij niet druk om. Laatste vraag wat ik aan jou wil stellen. Suriname is nu in december, 20 december, 21 december, 25 december, kerst, Oruyari, 31-30, naar Biggie Feest in Suriname. Ja, man. Hoe wordt Suriname wakker? Wat gebeurt er dan na 1 januari 2024? Wat voor land wordt het dan? Boterse veroordeel, ja, dit definitief. Is een leuke vraag. Hoe gaan wij opstaan in Suriname, wakker worden in januari 2024? Eigenlijk begint de post-Bouterse tijdperk begint morgen al. Oké, maar niemand denkt nou, of zijn dat feesten? Vanaf 1 januari dan gaat het echt. Ja, dus kijk, er gaat niet veel veranderen. We zien dat de koers in Suriname een beetje aan het dalen is. Mm-hmm. Dus mensen denken, akkoers ook gona 7 of 5 of zo. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Dus de crisis blijft gewoon de crisis. Er is veel wat Chan nu aan het doen is. Hij is allerlei projecten aan het optuigen. Dus die man maakt zich helemaal op om straks te gaan roepen tijdens de verkiezing van 2025 dat hij weer gekozen moet worden. En ik denk dat er een hele grote kans is dat hij weer gekozen gaat worden. Als koning Brunswijk gratie verleent. Want dan zou je kunnen redeneren. Dit is een derde scenario, dat Bouterse zo blij gaat zijn dat hij aftreedt als voorzitter. Dan komt er een nieuwe voorzitter en dan is de samenwerking met VHP beklonken. En dan kunnen VHP en NDP, of NPS nou wil of niet, kunnen ze het land keurig netjes regeren. Ik hou dit als een cliffhanger. Ik spreek je binnen een week weer. Ashwin Ramcharan, Grantani, voor jouw tijd en toelichting en duidelijke duiding. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.